Italia. Daar is het lekker de schaduw. Ga maar bij de stad. In een jonge strand. Zijn wij met z'n allen. Hier is het toch vakantie gaan we met Jet. Ja? Mogen al deze leuke kinderen dan mee op vakantie? Ja, natuurlijk. Iedereen mag met ons mee. Gezellig, laten we dat gaan doen dan. Leuk. Hey, weet je wat? Ik heb een leuk idee. Wij gaan op vakantie. Ga je mee? Ga je mee? Ga je mee op vakantie? Hey, JPJ. Op vakantie naar de zee. Ga je mee? Mijn koffer staat al netjes klaar. En een gitaar, dat wil ik graag deed. Op vakantie naar de zee. De gitaar, Jokie. Jij? Wat past er helemaal in de koffer? Hoezo niet, Jet? Nee, maar een Jokie. Een gitaar, dat past niet hoor. Jammer. De gitaar is veel te groot. Die kan mee, dat gaat niet door. Hey, weet je wat? Ik heb een leuk idee. Eens kijken waar we zijn geland. Wow, we zijn ook een super feestelijk blij. Zo, is die mooie, Jokie. Echt heel erg. Oh, superleuk. Die kun je eentjes vangen. Dat lijkt me leuk, Jet. Maar Jet, ja? Ik heb wel een hele belangrijke vraag. Wat dan? Hebben we wel alles meegenomen voor de vakantie? Jazeker, Jokie. Ik heb alles in de koffer gestopt. Dat is fijn. Oh, maar Jokie. Jet. Ik kon eigenlijk alleen je gitaar niet meer erin doen, want die paste niet meer. Oh, dat is inderdaad wel heel erg jammer. Ja. Ik heb namelijk net zoveel zin om gitaar te spelen. Oh, sorry, Jokie. Oh. Maar wacht. Ja, Jet, we kunnen natuurlijk ook doen alsof. Oh, dus doen alsof we gitaar spelen? Ja, oh, wat is het wel leuk. Ja, dan speel ik op mijn trompet. Band. Ja, we zijn in Mexico. Wat leuk, we zijn een band. Kom maar, Jokie, en die schaal. Een heel mooi instrument. Een tokkel hier, een tokkel daar. Jettuketetuketet. Jokie speelt op een gitaar. En dit om een trompet. Zeker met je boy, 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 boy. Jettuketetuketet. Jokie speelt op een gitaar. Superleuke, Jokie. Nou, mag ik daar spelen? Oh, maar wacht, Jokie. Wat is er, Jet? Ik weet eigenlijk helemaal niet zeker of we wel in Mexico zijn. Oh, maar Jet, ik denk het wel hoor, want Jet, kijk eens daar. Daar staat een hele grote sombrero. Ja, dat klopt, maar Jokie. Ja, Jet. Ik zie helemaal nergens een piñata. Wat? Ja. Je hebt gelijk. Ja. Ik zie ook nergens een piñata. Nee. Oh, Jet, moet je daar eens kijken, wauw. Daar is wel een heel groot zandkasteel. Wow. Oh, zo een zou ik wel willen bouwen, Jet. Zouden we er zo in kunnen bouwen? Dat denk ik wel toch, Joke, dat we dat kunnen? Dat lijkt me leuk. Laten we dat gaan doen. Oh, wat een goed idee. Inderdaad, maar ik weet nog steeds niet waar we zijn. Nee, dat klopt, Joke, dat weten we niet. Vraag me af waar of we zijn. En of dit wel Mexico is. We zijn gevlogen naar een plein waar het heel erg feestelijk is. Daar staat een heel groot zandkasteel. Ja, ik zie hem daar al staan. Zo een wil ik bouwen, dat heb ik nooit gedaan. Wat heb je daarvoor nodig? Bouw nu zoiets groots, waar moeten we beginnen? Jongens en meisjes, wat heb je nodig om een zandkasteel te bouwen? Weet jullie het misschien? Oh,
verkeerd, ik denk dat ik het weet. Volgens mij is het zand. Oh ja! Zand, zand, zand. Grote bergen zand. We bouwen straks een zandkasteel met grote bergen zand. Oh, dat is leuk, Jens. Ja, heel leuk, maar Jokie. Ja, Jens. Wacht eventjes. We hebben dus heel veel zand nodig. Grote bergen zand. Om een zandkasteel te bouwen. Inderdaad. Maar... waar vinden we dan zo'n grote bergen zand? Oh, Jet, ik weet het, denk ik. Je hebt zoveel zand in Afrika. In de woestijn. Dat klopt. En Jokie, weet jij toevallig hoe die woestijn ook heet? Nee, weet jij het wel, Jet? Ja, dat is de Sahara. Oh, leuk. Leuk, hè? Ga je met ons mee op reis? Want wij gaan naar de zon. We vliegen naar Zuid-Afrika in de rood-witte luchtballon. Zuid-Afrika, hier ver vandaan, een mooi en zonnig land. Daar eten de apen en mana en daar vinden wij veel zand. Boom, tjakalaka, baboom, balaka, boom, tjak. Wauw, inderdaad. Oh, superleuk, Jokie. Maar wacht. Wat is er? Moeten wij nou helemaal naar Zuid-Afrika vliegen om grote bergen zand voor ons zandkasteel te halen? Jet, ik denk inderdaad dat dat niet nodig is, want Jet, kijk eens daar. Daar is heel veel zand. Oh ja. Oh Jet, daar is ook heel veel zand. Oh ja, wat fijn. Oh, Jet, daar is ook heel veel zand. Jet, dan hoeven we echt niet naar Zuid-Afrika, maar Jet, met al dat zand wat hier is, zullen we dan een zandkasteel bouwen? Oh ja, dat vind ik een goed idee. Oh leuk, maar dan weet ik nog steeds niet waar we zijn. Zijn. Als dit niet Zuid-Afrika is, we zijn gevlogen naar een plein waar het heel erg feestelijk is. Daar staat een heel groot zandkasteel. Ja, ik zie hem daar al staan. Zo een jullie bouwen, dat heb ik nooit gedaan. Wat heb je daarvoor nodig? Bouw je zoiets groots? Waar moeten we beginnen? Jongens en meisjes, we hebben nou zand. Waar kunnen we het zand in doen voor het zandkasteel? Weet jullie het misschien? Ik denk dat het een emmer is. Oh, inderdaad, een emmer natuurlijk. Ja. Emmer, emmer, emmer. Het zand moet in de emmer. We bouwen straks een zandkasteel met een hele grote emmer. Oh, inderdaad, een emmer natuurlijk. Maar wacht. We moeten even een emmer zoeken, want ik heb geen emmer meegenomen. Oh, je hebt gelijk, Jet. Ja, emmer. Emmer, is hier ergens een emmer? Emmer. Is hier een emmer? Heb jij een emmer misschien? Heb jij ook geen emmer? Nee, heb jij een emmer meegenomen? Nee, ik zie nergens een emmer. Nee, ook niet. Heb jij een emmer meegenomen? Nee. Oh, Jet. Ja? Van al dat zoeken naar een emmer heb ik het wel een beetje warm gekregen. Ja, ik heb het ook wel warm, hoor. Het is warm, hè, meneer? Ik zou wel graag een beetje willen afkoelen met iets. Afkoelen? Oh, Jet. Weet je waar je goed mee kan afkoelen? Nou? Met ijsjes, daar heb ik zin in ijsjes! Malle Jokie, jij hebt ook altijd zin in ijsjes! Dat klopt, Jet, maar Jet. Ja? Jet, het is heel erg warm. Ja? En ik heb zin in ijsjes. Mm-hmm. Zijn we dan misschien in Italië? Ook van hier zitten. Oh, chocolade!
wel. Ik zat eens te denken, hè? Ja. Als wij in Italië zijn, ja, dan zou hier ergens een scheve toren moeten staan. Je hebt gelijk. Ja, en die zie ik niet. Ik zie ook nergens een scheve toren. Dat nee. Vind ik wel heel erg jammer. Ja. Maar Mariette, waar zijn we dan? Want als er geen scheve toren is, dan zijn we inderdaad niet in Italië. Maar ik weet niet waar we dan wel zijn. Ja, ik weet het ook niet. Heel fijn. Wist je dat in dromenland je overal naartoe kunt gaan? Inderdaad. Denk maar aan een mooi witte strand, een palmboom en een blauwe oceaan. Hawaii, Hawaii, wij zijn lekker in Hawaii. Yes. Oh, dat was echt super fijn. Ja, dat was echt heel fijn. Uitgerust. Ik ook, Jokie. Maar wacht eens even. Ja. Nou, al deze kinderen zag ik net ook. Ja. En al deze grote mensen zag ik net ook. Ja. En ik zag hier net ook deze eentjes op de vangen. En deze sombrero zag ik. En dat zandkasteel waar we het steeds over hebben. Mariette, bedoel je dan dat we niet in Dromenland zijn? Nee, dan zijn we niet in Dromenland. Mariette, als we niet in Dromenland zijn, en ook niet in Italië, en ook al niet in Zuid-Afrika, en ook al niet in Mexico. Waar zijn we dan wel? Ik weet het niet, maar het is wel echt heel mooi. Zullen we die nog aanbouwen, Jet? Misschien is dat wel heel erg leuk. Leuk, maar Jet, ik vraag me af waar of we zijn. Als dit ook niet Dromenland is, we zijn gevlogen naar een plein waar het heel erg feestelijk is. Er staat een heel groot zandkasteel. Ja. Ik zie hem daar al staan. Zo heen wil ik bouwen. Dat heb ik nooit gedaan. Wat heb je daarvoor nodig? Bouw je zoiets groots? Waar moeten we beginnen? Jongens en meisjes, we hebben nou al zand. We hebben een emmer, maar hoe komt het zand dan in de emmer? Weet jullie het? Een emmer, zand en een schep. Jokie, wat is dat toch zo fijn? Ja, zeker weten, Jet. Jokie, wacht eens eventjes. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Wat zie je? Er staat iets geschreven, Jokie. Oh, inderdaad, wat staat er dan, Jet? Ik weet waar we zijn. Maar waar zijn we dan? Daar staat zomerstrand. Je hebt gelijk. Jet, we zijn op het zomerstrand. Oh, wat goed, Jokie. Oh, maar Jet, hier kan je allemaal superleuke dingen doen. Zoals springen op de sombrero
of eentjes van me. Oh, ja, en daar kun je lekker iets koels drinken en ijsjes eten, zie ik. Wat leuk. Je kan ook daar een zandkasteel bouwen. Zullen we dat gaan doen dan? Oh ja, laten we dat alsjeblieft nu gaan doen, Jochie. Oh, gezellig. Ja, en ballonnen. Er staan nog allemaal lieve kinderen. Misschien moeten we dan wel eerst even afscheid nemen van ze. Oh ja, dat lijkt me wel een goed idee. Oké. Zullen we dat dan misschien doen met een laatste liedje? Oh, wat een goed idee. Dat gaan we door. Gezellig, Jochie. Kijk jij wel eens naar boven? Kijk allemaal eens naar boven toe. Ja. En als je heel goed kijkt, dan zie je misschien wel onze luchtballon vliegen. Ja. Heel hoog in de lucht. Ja. En jongens en meisjes, als je dan ziet heel goed, dan wijs de muis naar zo hoog als je kunt. Boom. Ja, goed zo. Dan zie je Jochie vliegen. En als je ons dan ziet, zwaai dan maar naar ons. Ja, want dan zwaaien wij altijd terug. Zeker weten. En voorzichtig de wind met een harde zucht. En kunnen jullie ook blazen? Dus blaas maar zo hard als je kan, want dan blaas je ons vooruit. Ja, dat is een goed idee, Jochie. En Jens, zullen we nog één keer zingen? Ja. Dan allemaal. Klap maar mee! Jochie en Jens gaan de wereld rond. Op zoek naar avontuur in de luchtballon. Jochie en Jens gaan de wereld rond. Jochie en Jens hebben altijd niet de pret. Zeker weten, Jet. Ik zou het eigenlijk zo jammer vinden om afscheid te nemen. Oh, ik ook. Ik zou ze graag nog heel veel langer bij me willen. Ja, ik ook. Jochie? Ja, Jet. Kijk eens daar, wat zie ik daar? Oh. Hoi. Ik heb wel een heel groot zandkasteel. Ja. Ja, zullen we daar misschien nog wat in de foto gaan? Ja, dat is een goed idee. Jongens en meisjes, als jullie een foto willen, dan zien we jullie graag daar. Inderdaad, bij het zandkasteel. Tot straks. 2, 1, 0. Dit is de Sterk Staaltje Staalkracht Show. Mag ik een applaus voor Roef en Spijk? Yo, yo, yo! Welkom in de Efteling, welkom in het Ruigrijk, maar vooral welkom bij de Sterk Staaltje Staalkracht Show! Met. Ja, wij gaan een show geven van ongeveer een half uurtje. Kijk. Wij gaan niet één, nee, wij gaan twee experimenten doen. Jazeker, we gaan allerlei dingen testen zoals windkracht, pneumatiek. Heel moeilijk woord. Pneumatiek. Ja. Oh, Spijk, ik kan echt niet wachten. Ja, leuk. Zal ik even vertellen wie jij bent? Dames en heren, dit is Roef. Roef is de... Ja, dankjewel hoor. Ja, dat mag voor geklapt worden. Zeker. Zij is de stoerste mechanieker van de Efteling. Zij klimt in de hoogste attracties om daar de boutjes aan te draaien en als het nodig is een vogelnestje te redden. Ja, even kijken. Zij is 1,77 meter exact en in die 177 centimeter zitten 65 kilogram verdeeld. Ja, zij eet het liefste lasagne. Kijk, dankjewel. Zoals jullie merken, hier staat hij dan hoor. Onze fact-checker van de Efteling. Dames en heren, Spijk! Geef hem een heel groot applaus. Dankjewel. En zoals ik het al zei, Spijk die weet dus echt alles. Hij weet precies hoeveel schroeven, bouten, moeren er hier te vinden zijn in het Efteling. Hij weet echt alles over de power en sensatie hier in het Ruigrijk. En niet achter ons. Nee, voor ons. Voor ons. Voor ons staat het stoerste publiek van de Efteling. Nou, Spijk. Alleen hiervoor dan. Want jullie staan in de... Danger Zone! Danger Zone! Danger! Oké,
Oké, we lieten ons een klein beetje meestrepen, spijt. Ja, leuk. Klein beetje, maar. Nou goed, ik kan dus echt niet wachten, want ja, ik durf dus alles. Spijt, die weet alles. Echt alles. Dus we gaan 2 experimenten doen. En nou ja, dat is gewoon heel erg leuk. En dat is... Het is wel een beetje veel. En om de boel een beetje onder controle te houden, hebben wij contact met Python Headquarters. Oh, Python Headquarters? Wat gaan wij vandaag doen met de Ruikrijkers? Vet. Check 1-2. Python Headquarters hier voor de kompels. Yo. Laten we afdalen naar het domein van de hebzuchtige Baron Hoogmoed om een sterk staaltje zwaartekracht te ervaren. Vet. Baron 1898 is Eftelings enige echte dive coaster, waarbij je met een vrije val van maar liefst 37,5 meter met een topsnelheid van 90 km per uur de diepe mijn instort. Wauw! Wist je overigens dat Baron 1898 voor de wintermaanden ook een setje winterbanden heeft? Echt? Wist ik. Baron 1898 maakt gebruik van magnetische remmen die ervoor zorgen dat de trein geleidelijk vertraagt. En die remmen zijn nodig, want Baron 1898 bereikt een topsnelheid van zo'n 90 km per uur. Probeer dan nog maar eens een gesprek te voeren. Kompel Spijk en Kompel Roef. Yes. Zouden jullie eens kunnen checken of dit laatste ook echt waar is? Ja. Ja. Dus of wij een gesprek kunnen voeren in de bar. Nou, dan gaan we naar de bar, toch? We kunnen het ook simuleren hier. Zullen we dat doen? Hoe? We hoeven niet iedereen mee naar de bron te nemen. Oh nee, dat is een beetje onhandig inderdaad. Daarvoor hebben we wel iemand nodig uit het publiek. Hey, kijk, wie van een grote stoere ruimte aan te vinden. Durf jij dit aan? Kom maar naar boven. Oké, kom maar. Kom maar naar boven. Ik kom je halen. Geef het er een applaus. Nee, de stoere ruimtrijker. Oh, kom maar hoor. High five. Yes. Spannend. Spike, dit was jouw idee, hè? Dus ik weet niet wat we gaan doen. Ja. Wat is jouw naam? Sienna, welkom. Ben je al in de Baron geweest vandaag? Vandaag ook echt? Was je nog spannend? Nee. Was je helemaal niet spannend? Helemaal niet spannend. Wow. Oké. Heb je toen een beetje een gesprek kunnen voeren in de achtbaan? Nee. Je hebt geen gesprek kunnen voeren. Want de achtbaan was al spannend genoeg, of... Hij was veel te snel. Hij was veel te snel om een gesprek te voeren. Nee, joh, Spijk, dat geloof ik niet, hoor. Ja, we kunnen het uittesten. Ja. We kunnen het uittesten. Gaan we de bron simuleren. Dan mag jij hier komen zitten. Ik mag je opdoen. Oh ja, veiligheidsbril. Oh, heel belangrijk. Spijk. Hij waait bijna Jeetje, weg. Jeetje, altijd goed checken, hè. Dat zeg je ook altijd ja, tegen mij. Ja, dat zeg ik altijd zelf. Nou, dan leggen we hem hier neer. Ik ga lekker zitten. Ah. Jullie zitten met z'n tweeën in de baron. Oh, leuk. Hoe gaan we dat controleren? Even kijken. We kunnen een frietbestelling doen terwijl jullie in de baron zitten. Dat lijkt me wel leuk. Even kijken. Een menukaart. Ja, ik heb hier een menukaart van hierachter. Oh, dus ja, dan krijg jij die. Het. Ja, ja. Niet kijken, hè? Nee, niet spieken. Oh, en dan ga ik het voorlezen tijdens de rit. Ja. En dan moet zij herhalen wat ik heb gezegd. Kijken of je er iets van kunt verstaan. Nou, dat en dan gaan we uitproberen. Oké. Zitten jullie er klaar voor? Beugels vast? Ja, ja, het zit goed vast hoor. Dan pak ik deze twee erbij. En dan laten we maar aftellen, toch? Met z'n allen, en ik wil ook iedereen op de picknicktafel horen. Je zit nergens veilig hier. Komt-ie. 7, 6, harder. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. En in het begin is er nog geen wind natuurlijk. Nee, we gaan eerst naar boven. Je gaat ook omhoog, hè? Dus je moet eigenlijk een beetje zo... En heb je beugels vast. Achteroverhangen. Hij gaat wel stijl. Hij gaat stijl. En dat duurt altijd zo lang als je zo omhoog gaat. Ja. En? En een zakje chips. Ik ga nooit meer in die baron. Nee, geitje natuurlijk. Heb jij daar iets van kunnen verstaan? Drie dingen. Als eerste. Een zakje chips. Een zakje chips. Bingo. Wat nog meer? 2 frikandellen met mayo. Dat waren al 3 dingen. En 1 met alleen uitjes. Oh. Hele. Maar.
En een waterfiets. Dat klopt, een frietje waterfiets. Frietje waterfiets. Wauw. Maar Spijk. Ja? Zullen we dit proefje even een stapje verder pakken? Ja, ja, ja. Eén gedeelte van de bestelling was doorgekomen natuurlijk. Inderdaad. Dus dan moeten we ook even kijken. Kunnen we die bestelling dan ook eten? Hey, lijkt me leuk. Een zakje chips. Dat lijkt wel reclame voor kroken zo, zeg. Oké. Nou. Nou, Rika, blijf lekker zitten hoor. Ja, daar komt hij dan, daar komt hij dan. Dus we gaan eens even kijken of we dat zakje chips kunnen eten in achtbaan. Een heel belangrijk ding is dat we dat natuurlijk alleen hier op het podium doen. En dat je nooit in een achtbaan van de Efteling of waar dan ook mag eten. Dat niet moeten doen. We even gezegd hebben. Niet in de achtbaan eten. Maar jij hebt geluk, want wij gaan een soort van de baron in. Nou, kijk. Die is voor jou, alsjeblieft. Even wachten, want het gaat natuurlijk eerst weer omhoog, of niet Spijk? Ja, ik pak deze erbij. Nou, dan gaan we weer met z'n allen van 7 naar 0. Oké. 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Is omhoog. Dus even wachten nog totdat we weer omlaag gaan. Ja, ik hoor je al lachen. Want je hebt al een idee waar dit heen gaat, hè? En de wind komt er straks weer bij natuurlijk. Dus ik heb hier zin in. Oh, dit wordt grappig. Die filmt dit. Ja, heb jij er een bende van gemaakt, zeg? Niet normaal! Heb je een beetje chips kunnen eten? Wel er zit beetje. Nog een beetje chips over. Oh, nou, netjes. Maar Spike, ik denk toch dat dit niet zo'n succes is, eten in de baron. Ja, nou, hij is toch bijna leeg hoor, het zakje. Zou je het aanraden? Nee. Nee. Nou, straks stik je inderdaad ook nog, we moeten ze niet hebben. Jij krijgt van ons de sterk staaltje stempel natuurlijk. Heel erg bedankt. Oh, die is niet goed. Dat is nog een keertje. Yeah. Oh ja, we gaan nu eens kopen. Maar heel erg bedankt voor het meedoen. Je mag straks een eentje zo, hè? We willen eerst even aan jullie uitleggen hoe wij hallo zeggen in Anderberg. En in Anderberg mag je natuurlijk ook gewoon hallo zeggen, dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Maar het is zoals wij doen. Koekoek. Aha. Koekoek. Koekoek. Heel goed. Koekoek. Dat
fantastisch. Dan gaan we zo meteen allemaal liedjes zingen. Ja? En daar zitten ook een heleboel woorden die rijmen op koekoek. Koek. Dus als wij zeggen, Maximoris gaat om de hoek, zeggen jullie? Heel erg goed. Goed. En Maximoris verstoppen weer mijn broek. Precies. Helemaal goed. Hartstikke mooi. En dan willen we gelijk een eerste nummertje voor jullie op gaan zingen. En dat heet koekoek. Koek. Nou ja, kunt je voorstellen. Bent u er klaar voor? Was met de ling op bezoek. De sleutel is mis. Maxim Moritz gaat op de hoek. Straks krijgen ze billen. Helaas, nou, we proberen nog één keer en als het dan niet lukt, dan doen we even anders. Oké? 1, 2, 3, 4. Nee. Wacht even, ik zie het al. Ik zie het al. De muziek zit omgedraaid. Ah! Hey, roepen, heeft u de muziek omgedraaid? Nee, maar wie wil dat? Het gaat ook nog. Heb jij de muziek omgedraaid? Ja, ik weet het niet. Heet jij soms Max? Nee. Heet jij Moritz? Geen van beiden. Want ik denk dat die kwaa jongens van Max en Moritz het weer hebben gedaan. Die hebben de muziek weer omgedraaid. Maar, oh, kijk, nou ja. Nee, maar nou snap ik het ook. Kijk, het nummertje heet Snappy. 1, 2, 3, 4. Ik ben Snappy, dat kleine krokodil.
ik ben Snoopy, een kleine krokodil. Kom uit de gieper met mijn zonnebril. Ja, eerst zat ik nog in ei. Ondanks deze stapte ik me vrij. Steeds naar Snoopy, stapje, stapje, stap. Steeds naar Snoopy, stapje, stapje, stap. Allemaal! Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Dames en heren, dan willen we nu heel graag met u delen. Niet zomaar een lied. Een heel belangrijk lied. En dat is een ander werk volkslied. Dankjewel. Dankjewel, Anderbergen fans. Helemaal goed, fantastisch. We gaan het Anderbergen volkslied voor u spelen. En dat is natuurlijk ons volkslied, dus een beetje eerbetoon, dat mag best. U mag zometeen gaan staan, dat moet niet, maar u mag zometeen wel gaan staan. En u mag ook het hart op het hart houden als u dat fijn vindt. Is ook niet verplicht. Ja, de Anderbergen fans willen dat natuurlijk wel. Hartstikke mooi. Helemaal geweldig. Nou, het Anderbergen volkslied, dames en heren. 1, 2, 3, 4. Hier in Anderbergen is het leven fijn. Het is heerlijk er Anderbergen te zijn. Bij het ochtendgloren heb ik mijn hart verloren aan de mooiste doornbergenstreek. Bakken, kruppel, bakjes, bieden, hakken, kroepen, vast met de leeuwen, zijn alle kruppel. Ons prachtige druppel gaan nu op het berg. Het is als een stilte. Het is werkelijk waarachtig, ja wonderschön. Het is de kiem van ons lied, niet vergeten het lief. Het is de bron van deze straat. Iedereen is daar klaar voor het feest van het jaar. En wat anders sturen, anders knudden, anders spetsen, anders sturen, anders kratzen, anders kratzen. Und an der Kuchentür. Maar wat? Graag plezier. Kom naar Anderberg dan. Waar je roedelen en jodelen en schieten. Kom maar mee, grijp je kant. En wat zegt dat ze doet als de anderen horen? Is haar kippen kwijt en is haar lokkel is weer bescheiden. Maar ze morgens die zijn er weer eens zoeken. En kleren maken pas en plotsen dat de boer. En overal klinkt het. Anderberg, schönes Anderberg, Dom Wilson.
regeling. Aan de Brummel. Belangrijk moment. Belangrijk. Oh. Thank you.
schon dunkel sich die anderen Bergen einfach geht. Da waren wir tausend, denn das Licht noch auf die Gehsteig steht. Ich hatte Zeit und mir war gerade Freiheit. Da sah eine Frau mit schönen Augen und mit schönen Haaren. Ik zag een herberg en hoorde muziek die mij naar binnen riep. Het was met koud, ik had nog tijd, dus waarom niet? Daar zat een vrouw met mooie ogen en met prachtig haar. De muziek, de sfeer was heerlijk daar. Ze keek me aan, mijn hart stond stil, want ik wist meteen. Ik ben verliefd op de kleine Luxe mooie kras met een lief. Ik weet niet dat zij het door heeft, zij ziet me niet staan. Maar er staat nog aan de berg. Ik liebe dich. We houden van jullie allemaal. Oké, nou, weet je. Oké, Ik denk dat het tijd is voor mijn reclame. Ik wou net zeggen, ja. Misschien een reclameblokje. Even kunnen bijkomen van voor reclameblokje. Bakker Krumon. Ja. Kunt u even een liedje met ons meekomen zingen dan? Nou, omdat u er zo aandringt. Ik dacht het misschien even leuk dat ik dan een soort reclame heb voor mijn nieuwe assortiment. Dat lijkt me helemaal gaaf. Ja, want mijn dames en heren,
in de Anderbergse muziekverein. We hebben namelijk een nieuw assortiment. Heute we hebben apfelstrudel. Ik dacht dat we er een liedje bij. Oh ja, leuk. Even wachten. Even wachten. Even wachten. Maak er muziek hier op het plein.
Nee, dames en heren, we hebben toch genoten van die muziek voor hij. We gaan toch allemaal aan. Ja, een heel groot applaus bieden voor de aanwezige muziek voor hij. En wij gaan door applaudisseren. En wij nemen waardig afscheid. Ja, vrouw Smetterling. Alle natuurlijk, vrouw Smetterling. Ja, zeer goed. Deze kant, die naast op bieden. Ja, 1, 2, 3, 4. Doen we dat? Zijn jij hem in? Ja, ja. Kom.
Kastarivera, 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 Kia Korea, Kia Korea, Kia Korea. Mooie naam. Hoeft ook niet. Niks moet, maar alles mag. Nou, pas gezellig, Jax. Hallo. Wat is dat? Komt hier uit de schatkamer van Fatima Ruijl, hè? Illumina Fantasia. Weet je dat goed uit? Naam? Hallo, Illumina. Nou. Wat is je naam? Tara. Ah. Tara die. Ja, maar dit hier staat Illumina. Nee, chef die. Wat dan? Tara. Oh, dit zijn... Ja? Oh, ik zie het al. Deze van Baruch zeker. Die regelen we, hè? Sorry. Oh, die is gewoon... Oh. Heb je een tegel? Heb je een tegel, man? Oh, mag maar. Kom maar, man. Ah. Nou, mocht jij. Kijk dan. Laat even moest je beginnen met je nieuws. Voordat je op zoek zijn, dan is3.